ik je gauw naar dit verhaal. De boekenbus. Romke en Tomke zijn bij Cornelia. Zul een boordje, Cornelia? Nee, dat kan het ik maar voort. Wie maakt dat dan heen? Ik moet naar de boekenbus staan. Ik moet mijn bibliobus boeken ruilen. Bibliobus boeken? Wat een gekke naam. Wat voor boeken ben dat? Dat binnen boeken van de boekenbus. De bibliobus. Dat is een grote bus vol met boeken. Maar we mij naar de bibliobus. De boekenbus, Cornelia. Ik wil wel eens in die busje. Ja, goed, hè. Zo, dit zijn mijn boeken. Nou, nog een tas. Cornelia doet de boeken in de tas. Kleer. En dan gaan ze naar de boekenbus. De boekenbus zit al te wachten. Wat een mooie bus! Jeg maar van ons. Eerst dit trapkop en dan trotten door. Zo, nou ben we in de bus. Ja. Ah, die passen nooit al hier in die tas. Maar zie ik net al je tegelijk mij nemen, je. Nee, no, Cornelia. Nee, ik maak 5 boeken uit, zie ik je. Wat voor boeken zal ik kiezen? Romke, Tomke en Cornelia struinen bij de boeken om. Ah, oh, dit is mooi, Cornelia. Een boek voor al je hondjes. En dit is er, Cornelia. Hier een boek hoe stip. Ja, die kan ik wel mooi nemen. En dit boek, daar staan al je verhaaltjes in. Nou nog 2 boeken. Die van een visje. En het is er oortrekkers. Zo, ik ben klaar. Maar ik heb die bus nou rieden, Tomke. Ik moet ze graag in de bus rieden. Dat mag net. Als elke niet een utebus is, dan riet de bus weer voort. We maaien het mij. Ah, toe. Hier kijken. Nee, dat maai net. Zo, ik ben klaar. Master Sjen, Tomke. Zulke mooie trekkers staan er in dit boek. Dit is Sjen. Oh, die is groot. Mag ik het boek even met Sjen, Cornelia? Tomke en Cornelia stappen uit de bus. En ze praten zadrok over het boek. Ze vierten de hele Romke. En wat doet Romke? Romke giet net uit de bus. Hij kroept in een hoekje achter de boeken. Net één keer hem zien. Ik wil in een boekenbus rijden. Romke zei dat het net mij, maar ik dacht het lekker toch. Net hier zit me hier. De man van de boekenbus doet de deur dicht. Even letter begint er wat te brom. De motor van de bus wordt staat. Hiep de piep, de bus rijdt. Yes! Lekker, ik zit in de bus. En Tomke en Cornelia net. Romke kroept uit het hoekje waai. Hij doezen trot de bus. Maar dan giet de bus de bocht om. Romke houdt hem net beet. Hij valt om en rolt van de ene kant van de bus naar de oren. Romke giet gauw weer steen. Maar dan giet de bus de oren kant uit. En Romke valt weer om. Boom! Moet zijn kopje in de boeken hoor. Auw, mijn kop! Oh, stomme boekenbus! Net zo wiebel je! Weer giet de bus de bocht om. Romke besiekert hem beet te houden. Hij pakt een peer boekenbeet. Maar de boeken vallen uit de kast. Poppen op Romke zijn buik. Romke blaft lulkt in de boeken. Er vallen nog meer boeken uit de kast. Romke wordt bang. Help! Het rijdt boeken! En ze vallen al je poppen op mij! Auw! 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 Ik wil eruit! Lik mij eruit! Ik wil naar Tomke daar! De boekenbus bloedt stilsteen. De deur gaat hier. Wat jerk je van geblaf? Zit er een hoen in de bus? Ja, dat ben ik. Ik voel eruit. De boeken doen mij zeer.
Romke? Maar hoe komst u in de bus? Ik moest graag in de bus rijden. En ik hier mij verstoppen. Maar toen mij net in de bus als hij riet, dat is gevaarlijk. Ik wil in Tomke daar. Waar is hij nou? Ik weet niet hoe ik met thuis komen, maat. Nou, stil maar net, goelen. Ik weet wel waar Tomke wennet. Ik zal daar er wel heen rijden. Maar ik wil net weer in die boekenbus. Ik ben bang. Nou, doe bij mij voorin zitten. Dat is een veilig plakje. Kom maar, dan zet ik die op een bank. En Sa stoppen de Skofke Letter de boekenbus bij Tomke voor de deur. Wat is dat nou? En waar stapt Ruud? Romke. Hoi. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.